Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is alweer zondag, de dag na spieren voor spieren zwemmen naar het Texel. Ja, dat ik wens jullie natuurlijk een hele goede middag en een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, het is wel even wennen, ik zie mezelf nou niet. Nee, want mijn andere camera die zit nog vol. En die moet ik nog leeghalen. En de accu die was gisteren leeg. Maar ik ben gisteravond ook op deze begonnen. Dus ik maak het ook weer op deze even af. Ja, en het komt allemaal goed. Ik ga een bak koffie doen. En ik ga de camera's leeghalen. En we zien wel hoe en wat. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. We gaan vandaag niet weg. Want ik heb knallende hoofdpijn. Ik ben wel opgemaakt. Maar het mis het ook, het is slecht weer. Ze zijn hier al op de stoep aan het stunten met een fiets. Een volwassene jongen met een crossfietsje van een kind springt hij omhoog en hij draait met fietsen al een halve as om zich heen. Dus hij, weet ik wel hoe die dat deed. Hij deed het, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe ik met een glimlach, probeer ik ook te doen, ondanks mijn hoofdpijn. Ik zou zeggen, tot later. Moet ik weer ronddraaien met deze. Waar ben jij, Eeuwin? Ah, jij bent daar, hè? Ja. Jij bent lief, hè? Ja. Ja, daar zit ik op te wachten. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg. Nou ja, heel erg. Nee hoor, valt wel mee. Wel ja. Het is 13 minuten over 7 in de avond, dus ja. Oh, hé, mijn horloge staat dus niet goed. Oké, hij staat op een andere tijd dan ik gewend ben. Ik ben 24 uur gewend, ja. Ik ben met mijn eten bezig. De diertjes hebben al eten gehad. Frodo, die is buiten. Ja, en ik werk nog steeds met de oude camera van Karin. Dus ja, dat is toch wel weer onwennig als je geen klepje hebt die je omhoog kan steken, dat je jezelf ook kan zien. Nee. Frodo. Frodo. Hallo. Ja, mag wel. Ja, het is redelijk weer. Het waait denk ik. Ik heb wel de deur vandaag open gehad, maar het wordt weer avond, wordt het toch wel weer kouder. Ja. Hé? Ja. Nou, dan zal ik eventjes achter de deur kijken of meneer Kandalf al klaar is. Ja, die is verdwenen, dus het is bakje op leeg. Nou ja, een paar krummeltjes, dat doet hem de das niet om. Toch? Nee. Kandalfie? Kandalf. Kandalfie. Die slaapt. Ja, Kandalf slaapt. Lampenkap. Nee, daar komt ie. Hey man. Nou, mag ik er weer door? Naar binnen toe. De kamer in. Achteruit. Ja. Hop. Achteruit, zegt vrouwtje. Ja. Nou, hebben ze allebei heel weinig over. Eeuwin iets meer dan jij. Hé, Kandalf? Ja, Eeuwin heeft iets meer over. Je hebt een paar krummeltjes meer over. Ja, dat is van jou. Nu begint hij weer. Jij hebt ook een bak vol gehad. Je hebt nog brokken en daar kan je gewoon zo bij. Daar kan je bij. Ja, nee. Ja, dat bedoel ik, je kan er wel bij. Ja, kom maar, ga maar happen. Ga maar eten. Ga eten. Daar kan je wel bij. Ja, moet je niet morsen.
Goed zo. Ja, je kan het wel, als je maar wil, hè. Ja. Ja, en ik ga ook verder met mijn eten. Ik heb een vleesje gebakken. Het is even op een bord doen, in de magnetron en dan is het weer klaar. Want ik heb nog een maaltje van vrijdag over. Nou, daar ben ik gisteren niet aan toegekomen. En daar was ik te moe voor om dat eigenlijk nog klaar te maken en nog vlees te bakken. Geen zin in. Ik heb gewoon weer een broodje gegeten gisteravond. Ja, kan allemaal. En ik ben toch maar alleen. Ik hoef nergens om te denken. Mijn mannetje is er niet meer. Daar hoef ik ook niet meer aan te denken. Ja, oké. Ik denk wel aan. Maar op een andere manier. Ja, dus lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En ik zeg, tot straks maar weer. Doei, doei. Moet ik weer dat knopje weer zien te vinden. Zie je? Dat bedoel ik. Met deze camera van Karin. Ja. Dat knopje zit aan de achterkant. En dan moet je weer vinden. Dus ik richt wel weer op een van de dieren. Ja. Ga nou eten. Ga eten. Ja, dankjewel. Je hebt daar vleesje gehad en nou heb je broekjes. Ja. Doe maar. Nou, vrienden, tot vanavond later. Met mijn eigen camera weer, want dit is niks. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd. Ja, om weer naar bed toe te gaan. Het is 2:48. Het is weer laat zat, vind ik zelf. En ja, nog steeds met de camera die ik van Karin had overgekocht. En ja, die moet nog legen van vandaag. En de rest is allemaal al gedaan. Het is enkel deze camera nog. Dat komt allemaal wel goed, komt morgen wel. En dan kan ik weer met mijn normale camera weer verder aan het werk. Maar ik wens jullie nu welterusten, slaap lekker met mooie dromen en natuurlijk weer gezond op. Dus zeggen, tot morgen, oftewel tot straks, want het is al ochtend. Ja, ja, bijna 3:00 alweer. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei. Moet ik weer omdraaien? Tuurlijk. Hé, Frodo, gaan we naar bedje toe, hè? Ja, hè? Ja. Thank you.